Ik begin met een gedicht van Rien en dat heet De Markt. Het meisje in de groentekraam, van ver zie je haar staan. Ze lacht als een blozende bellefleur, met groente te kust en te keur. Wat zal het zijn, roept ze blij, een kist mandarijn? Te veel heb ik gekocht, daarmee vlieg ik uit de bocht. Viel ik voor haar gulle lach, niet voor de mandarijnenpracht. Thuis aangekomen met de kist, verzin ik maar een les. Een koopje voor de halve prijs, ben je wel goed wijs? Ze zijn veel te duur, ze draaiden je een luur. Huur zelf maar een kraam en laat ze voortaan staan. Dan een stuk proza en dat heet Spaanse bananen. Op een morgen, als ik wat boodschappen ga doen, zegt mijn vrouw, breng je ook een mooie tros bananen mee? Ze zijn nu in de aanbieding. Dat zegt ze omdat ik normaal alle groenten op de markt koop. Dat is dikwijls de helft goedkoper dan in de winkel. Daar aangekomen zoek ik een mooie, knapperige tros uit. Nog wat groen aan de zijkanten en zonder zwarte butsen. In het begin kocht ik de mooie rijpe bananen. Dat was 3 dagen bananen eten of weggooien. Maar door schade en schande leer je dat op de duur allemaal. Ik leg ze voor in het mandje. Nu nog een groentezakje van de rol scheuren. Maar waar ik nu bij sta, is de rol met zakjes op. Nu maar naar het volgende vak. Daar ligt nog een volle rol. Een mevrouw voor mij scheurt er net een zakje af. Ik gebaar of ze voor mij ook een zakje pakt. Maar ik ben te laat en ze loopt gewoon verder. Nu maar zelf proberen. Het zakje met de rol zakjes hangt voor mij te hoog. Ik kan er maar met 1 hand bij komen. Langs mijn scooter gaan staan en me nog met een hand vasthouden aan het stuur. Dat durf ik niet meer, sinds ik voorover ben geduikeld tussen de bloemkolen en overrijpe tomaten. Als je dit niet uitprobeert, weet je nooit wat je allemaal nog zelf kunt. Ze hebben me daar tussenuit moeten plukken. Op eigen kracht lukt dat niet meer. Met een hoofd zo rood als de overrijpe tomaten. Deze stunt haal ik niet meer uit. Ik schakel nu over op een methode die me al verschillende keren gelukt is met 1 hand. Je rolt de rol wat af en zorgt dat je een zakje in de hand hebt en dat de afscheurlijn op de rand van het bakje komt te liggen. Dan geef je een flinke ruk aan naar beneden en klaar is Kees. Dat durf ik nu ook. Maar deze keer ging de vlieger niet op. Terwijl ik het zakje stevig in mijn hand houd en de ruk naar beneden geef, gebeurt er nu het tegenovergestelde. Het zakje scheurt er niet af, maar de rol, zakjes, schiet 1 meter omhoog. Valt weer omlaag op de groente en rolt nu verder naar beneden tussen mij en de groentebakken door. Onder mijn scooter komt de rol zakjes tot stilstand. Nu sta ik mooi met een lange sliert zakjes en mijn hand te kijken. Zakjes genoeg nu, maar ook een probleem erbij. Hoe krijg ik dit weer opgeruimd? Ik trek aan de sliert zakjes om de rol onder mijn scooter uit te halen. Het resultaat dat is dat ik nog 2 meter meer zakjes in mijn hand heb. Heel even denk ik. Laat de boel maar. Dat is mijn stijl niet. Draai me om of het iemand gezien heeft en kijk recht in het gezicht van een vader met zijn dochter. Ze hebben een donkergebruind zuidelijk uiterlijk
met zwart glanzend haar. In rap Spaans beginnen ze allebei tegen mij te praten. Maar mijn woordenschat in het Spaans reikt niet verder als señorita en Pedro. De vader gebaart mij mee naar zijn dochter voor wat hulp voor mij. Maar uit eigen beweging was ze dat al van plan. In gebarentaal met handen en voeten gaan we nu verder. De dochter vist de rol onder mijn scooter vandaan. Ze strijkt de zakjes weer wat glad. Vader en dochter rollen nu samen de meters zakjes op. De een houdt ze strak en de ander rolt op. Nadat de klus is geklaard, maken ze het karwei maar helemaal voor mij af. Ze zijn drukdoende met elkaar en met mij. De dochter scheurt er nu een zakje af en de vader pakt mijn tros bananen voor uit het mandje van mijn scooter. In druk Spaans, met de armen zwaaiend, zegt hij dat ik mee moet gaan naar de weegschaal. De vader legt mijn bananen in de weegschaal en de dochter zoekt op het bord met een plaatje voor een banaan. Ze heeft dat meer gedaan. Duwt op de bonknop en plakt de bon op het zakje bananen. Nu houdt zij het zakje bananen omhoog en kijkt mij vragend aan. Ik wijs nu mijn mandje voor op de scooter aan en met een elegante zwaai legt ze voorzichtig de bananen in het mandje. Nu weet ik er even geen raad meer mee. Een bedankkaart schrijven heeft nu in het Nederlands geen zin. In het Spaans maar bedanken. Ik steek allebei mijn handen uit naar hen toe. Ze pakken mijn handen joviaal vast, vader en dochter. We kijken elkaar aan en woorden zijn niet meer nodig. Dit had ik niet willen missen. Dit maakt mijn dag weer leuk met de tros zonnige, elegante en avontuurlijke Spaanse bananen. Nou, Jo, bedankt. Rino, bedankt. We hebben een kleine, korte pauze. Kan iedereen wat bestellen als je dat hebben wil, tenminste?